Bengelo naar Apeldoorn, tussen Markelo en Twello, 20 kilometer. Vanwege de gladheid is de spitsstrook daar niet open. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Kerensheide en Echt, 16 kilometer. En richting Maastricht, tussen Sint-Joost en Urmond, 10 kilometer. Ook vrij veel vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander, 9 kilometer. En door de lange files op de A1 loopt het ook vast op de A76 vanuit België naar Heerlen, tussen knooppunt Kerensheide en Nut.